Hi allemaal, welkom bij Fem. Ten eerste wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor al jullie lieve comments op mijn video vorige week. Ik vond het best wel eng om mijn eerste video te uploaden, dus super bedankt. Een van de meest gestelde vragen op mijn blog en mijn Instagram is hoe ik mijn Instagram foto's bewerk en hoe je meer volgers krijgt. Dus ik dacht, het is wel leuk om vandaag een video te maken met wat Instagram tips en tricks. Laten we snel beginnen. Tip nummer 1. Probeer zoveel mogelijk daglicht te gebruiken als je foto's neemt. Meestal als je 's avonds een foto maakt, dan is je foto best wel korrelig, waardoor het sowieso lastiger is om je foto's te bewerken. En je wilt eigenlijk dat je foto's zo scherp en licht mogelijk zijn, zodat je in de bewerking er zoveel mogelijk mee kunt doen. Een goede tip is, als je toch in het donker foto's wilt maken, bijvoorbeeld als je in een restaurant bent, als je van je eten foto wilt maken, is om te vragen aan je vriendinnen of zij de flitser van hun camera kunnen aanzetten en die op jouw eten kunnen schijnen. Dan heb je toch heel veel licht, waardoor het toch nog een beetje lijkt of je het daglichteffect hebt eigenlijk. Tip nummer 2. Gebruik de juiste apps om je foto's mee te bewerken. Ik weet zelf dat best wel veel vriendinnen van mij hun foto's bewerken met Instagram. En ik vind zelf die filters, ze zijn wel oké. Maar als je bijvoorbeeld een app downloadt zoals Afterlight of Facetune. Die apps hebben veel betere opties om je foto's een mooi filter te geven. Ik zal jullie nu even laten zien hoe ik bijvoorbeeld een foto bewerk. Ik wilde deze foto nemen als voorbeeld. Die is al genomen met daglicht. Wat ik als eerste altijd doe, is een hartje geven aan de foto die ik wil gaan editen. Ik wil dus nu deze foto gaan editen, dus die geef ik een hartje. Dan hoef ik niet helemaal terug te zoeken welke ik ook alweer het mooiste vond. Dit zijn de apps die ik gebruik om mijn foto's te bewerken. Facetune gebruik ik best wel vaak. Afterlight gebruik ik ook vaak. Selfie eigenlijk niet zo, want ik neem niet zo vaak selfies. En Snapseed en VSCO Cam gebruik ik ook vaak. Nou, zoals de foto van net wil ik dan bijvoorbeeld in Facetune gaan editen. Open je de foto. Bij Facetune heb je in de filters heel veel mooie opties. Ze hebben ook een optie dat heet Lightning. Daar begin ik altijd mee. En zo ga ik altijd mijn foto's lichter maken. Deze kan nog wat lichter. Je kan hem swipen om je foto's lichter of donkerder te maken. En ik swipe hem altijd redelijk licht. Want ik vind het altijd wel mooi als mijn foto's licht zijn. Dan gebruik ik zelf meestal de blauwe filters. Dit is bijvoorbeeld eentje die ik heel erg mooi vind. Kan je ook lichter of donkerder maken. Iets anders wat ik heel erg veel gebruik in deze app is de details optie. Daarmee kan je bepaalde dingen uit de foto heel erg uitlichten. Bijvoorbeeld het hartje vind ik leuk om uit te lichten en het zilver van het lepeltje. Dus dan swipe je er overheen. Dan kan je de details op de foto iets meer eruit laten springen. En dan sla ik de foto op. En dan is die klaar om op Instagram te plaatsen. Tip nummer 3. Probeer je foto's van bovenaf te nemen. Dit geeft meestal een cooler effect dan als je foto's van de zijkant neemt. En het staat vaak mooi in je overzicht op Instagram. In het Engels noemen ze dat ook wel de bird's eye view. En het geeft altijd wel een cool effect. Helemaal als je een paar leuke items wilt laten zien, dan is het cool als je die foto van bovenaf neemt. Tip nummer 4. Maak een nap feed. Dit klinkt waarschijnlijk echt super raar voor heel veel mensen, maar het heeft mij echt heel erg geholpen om een mooier overzicht op Instagram te krijgen. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Heel vaak voordat ik iemand volg op Instagram ga ik altijd eerst naar de account en dan ga ik kijken hoe het overzicht eruit ziet. En als ik het overzicht zelf er heel cool uit vind zien, dan ga ik altijd sneller iemand volgen. Dus ik denk altijd dat anderen bij mij daar ook zo over denken, maar misschien is het helemaal niet zo. Maar in ieder geval, ik denk dat. En om een napfeed te creëren gebruik ik zelf VSCO Cam. Heel veel mensen noemen het trouwens Visco Cam, maar ik noem het VSCO Cam. Ik weet eigenlijk niet welke klopt. Ik heb alle foto's die ik als laatste op Instagram heb staan, heb ik daar ingeladen. Zodat je kunt zien hoe je feed eruit ziet. En dan elke keer als ik een nieuwe foto ga uploaden, dan ga ik kijken of die er mooi in past, zodat het overzicht mooi blijft. Tip nummer 5. Tag altijd merken en andere bloggers in je Instagram foto's. Als je bijvoorbeeld iets van een heel leuk merk draagt, dan kan je het merk erin taggen, zodat het merk het kan zien. En heel vaak als een merk iets heel cool vindt, dan gaan ze het zelf regrammen, zodat de volgers van hen het ook weer kunnen zien. En dan kunnen die volgers jou misschien ook gaan volgen. Nou, dit waren mijn tips. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden en als jullie nog meer vragen hebben over Instagram, laat dan hier beneden een comment achter en dan ga ik proberen om deze allemaal te beantwoorden.
Vergeet mij niet te volgen op Instagram. Mijn Instagram is @queenofjetlags. En laat even een berichtje op mijn laatste foto achter als jullie deze video gezien hebben. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Bedankt voor het kijken allemaal en tot snel!